Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe update. Het is nog niet zo lang geleden dat ik een update deed, maar in die update vertelde ik ook dat ik een afspraak had met de arts. Nou ja, het lijkt me goed om ook nog even daar een update over te geven. Dan zijn jullie helemaal bij. Dat leek me wel even handig. Want ik had een afspraak met de chirurg die mijn operatie heeft gedaan. En dit is dan zeg maar de nakontrole na... Nou, hoe lang is het nu geleden? Nu zo'n 4,5 maand geleden. En ik had natuurlijk nog een aantal vragen, opmerkingen. Met name over of het nog goed gaat komen met mijn navel en de huid daaromheen. Voor wie denkt, waar heeft deze vrouw het over? Ik heb een buikwandcorrectie gehad. En vandaag vertel ik je dus hoe het is... Nou, de tijd daarna, of eigenlijk ga ik vooral me richten nu op de afspraak die ik met de arts had. Ik heb het hele proces gefilmd van voor tot na tot tijdens. Alles heb ik laten zien. Dus als je daar benieuwd naar bent, de video's komen hierboven denk ik voorbij. Ik kan ze ook even hieronder linken. Nou, dan heb je alle informatie. Dus ik zou beginnen bij het begin. Waarom zit mijn haar zo gek? Vandaag is dus even een korte bijpraatvideo naar aanleiding van het gesprek met de arts. Ja, ik was bij mijn arts en ik zei, joh, mijn navel zit nog steeds scheef. Nou, hij heeft daarnaar gekeken en hij zei, ja, dat is inderdaad waar. En dat is heel vervelend. Ja, wij houden allebei van symmetrie, zowel mijn arts als ik, dus dat viel een beetje tegen. Eerder had ik het natuurlijk ook al laten zien, maar toen zei hij, ja, weet je, er zit nog heel veel vocht, dus dat, weet je, dat trekt wel recht. Want hij zit in het midden tussen je buikspieren. Nou, hij heeft nu weer gevoeld. En wat er waarschijnlijk is gebeurd, is... Als ik het in gewone mensentaal probeer te omschrijven, denk ik dat dit ongeveer was wat hij zei. Ik had dus... Normaal zijn buikspieren zo. Laat ik het even zo laten zien. Normaal zijn buikspieren zo. Ik had rectus diastasis. Mijn buikspieren stonden uit elkaar. Zo'n 8 à 10 centimeter. En die heeft hij weer aan elkaar gemaakt. Wat er waarschijnlijk is gebeurd... is dat ze niet gelijk uit elkaar stonden, maar dat de ene kant net iets verder van het midden stond dan de ander. Wat er dan gebeurt, als je ze aan elkaar naait, dan komen ze dus niet in het midden uit. Toen ik op de fiets terug zat van het ziekenhuis naar mijn werk, toen dacht ik... Maar zitten dan niet ook mijn buikspieren scheef? En zo ja, is dat een probleem. Nou, dit heb ik nog niet met hem besproken, dus dat ga ik zeker nog doen. Maar dit was eventjes het punt wat ik... bereikte op de dag zelf was, oké, dus mijn navel zit scheef, ja, omdat die wel midden in mijn buikspieren zit, maar ja. Oké, nou, toen zei die, dan gaan we even voelen, want een navel heeft een steeltje. Je komt er ook maar achter, een navel heeft een steeltje en dat is meestal zo'n 2-3 centimeter. Nou, natuurlijk zou ik niet zijn als mijn navel praktisch geen steeltje zou hebben, want ja, hè. Ik zal eens een keer iets normaal gaan bij mij. Nee, mijn navel heeft dus maar een heel klein steeltje. Dat betekent dat normaal, als je navel dus een steeltje heeft, dan kan je dus een beetje naar links, een beetje naar rechts. Mijn navel beweegt dus niet. Dus optisch krijgt hij hem ook niet heel erg lekker naar rechts. Hij moet naar rechts. Hij zit links van het midden. Ik laat het zo nog even zien. Leuk. Dus ja, hij zei, ja, ik weet niet zo goed wat we hiermee moeten. Het tweede ding was, ik heb natuurlijk een paar weken terug... mega uitzag op mijn buik gehad. Verschrikkelijk. Jeuk. De hel. Ellende. Goed. Daar was ik al voorbij een andere chirurg geweest. Die ook bij de operatie was. Die verwees me door naar de dermatoloog. De dermatoloog zei dat het een soort droogte-eczeem was. Het heeft een naam. Iets met eczema, krakeleem. Noem ik het. Maar ze heeft waarschijnlijk anders. Maar iets in die richting. Ja, ik heb het gevoel dat mijn huid gewoon niet lekker op een bepaald deel van mijn buik niet lekker hecht. Ga ik ze ook nog even laten zien. Maar... zeg maar, de huid rond mijn navel, ongeveer zo'n stuk, is gewoon een soort van fluffy. Mijn huid is normaal strak. Dit is gewoon een soort fluffiness. De doorbloeding is daar ook niet helemaal ideaal. Ik ben afgevallen om te kijken of dat zou helpen. Dat heb ik overigens niet heel bewust gedaan. Maar geeft wel een indicatie dat het dus geen spek is wat daar nog weg gaat gebeuren te gaan. Hele goede Nederlandse zin. En hij vond dat inderdaad ook wel. Hij zei, het is gewoon inderdaad niet helemaal, nou ja, lekker de huid die je gewend bent te hebben. En dat is ook niet wat je wil. Dus dat moet aangepakt worden.
dat betekent dat ik weer onder het mes mag. Dat was natuurlijk een beetje een kleine tegenvaller. En dat klein kan je weglaten. Serieus, toen hij het zei, moest ik gewoon een beetje lachen. Omdat ik dacht, nee, dat meen je toch niet? Oké, de operatie is natuurlijk 100 keer minder ingrijpend dan mijn vorige operatie. Want bij mijn vorige operatie ging natuurlijk alles kapot. Spieren, buikwand, huid, alles. Nu is het alleen huid. Nou, wat gaat hij doen? Als ik het goed begrepen heb, gaat hij een nieuwe navel weer maken. Mijn derde navel. Welkom, nieuwe navel. Volgens mij gaat hij optisch proberen nog iets op te schuiven. Voor zover mogelijk. En dan gaat hij aan de binnenkant van mijn huid, zeg maar, dus hij gaat een rondje rond de navel maken. En dan gaat hij daar naar binnen. En dan gaat hij daar een soort grotere cirkel omheen maken. En dat haalt hij een beetje naar elkaar toe. Als een soort zakje wat je aantrekt, zei hij, geloof ik. Zodat er wat overtollig huid weggaat. En hij gaat in mijn bestaande litteken 2 naalden, ik weet het niet, doen. Om een beetje, ja, vet, denk ik, weg te zuigen. Dus ik krijg toch nog liposuctie. Ik had het niet nodig, maar ik heb het nu spontaan wel nodig. Hartstikke fijn. Ook omdat, zeg maar, mijn navel staat dus scheef, maar ook optisch ziet hij er gewoon gek uit vanwege dat vel eromheen. Dus om in ieder geval het optisch beter te maken, recht gaat hij dus niet meer worden, hoogstwaarschijnlijk. Maar om het wel optisch gewoon iets normaler eruit te laten zien, gaat hij dit dus doen. Hij gaat nog wel met collega's overleggen, want hij had dit nog nooit aan de hand gehad. Ze gaan dan met collega's overleggen of er nog andere opties zijn. Maar hij zegt, ja, weet je, jouw navel, ik bedoel, die gaat dus niet heel veel. Daar ging het dan overleggen, dus misschien dat er nog wat uitkomt. Ik weet het niet. Maar ja, dat is dus flink balen. Om het even zacht uit te drukken. Dat betekent natuurlijk wel dat ik jullie ook daarin weer mee ga nemen. Het is een veel minder heftige operatie. Dus het is 1 uur in plaats van 2 uur. Het is dus minder narcose, maar wel volledig narcose. Maar het is wel weer natuurlijk minder heftige narcose als je 2 uur een knock-out moet. Het herstel is ook korter. Hij zei zelf dat ik 1 week vrij moest nemen. Een week rust moest houden. En dat het daarna vrij snel weer beter gaat. Maar daarna moet je dan door naar de pre-operatieve screening. En zij, de zuster zei, of de verpleegkundige zei, zuster, welke tijd, waar kom ik? De verpleegkundige zei dat ik dan ook 1 aantal weken niet mag tillen en sporten. Ja. En ik vermoed dat zij daar gelijk in heeft. Want ze zei, er komt heel veel druk op je buik te staan bij tillen, bij sporten. En dat moet je gewoon niet doen. Het is een wondgebied. Je moet het gewoon even de rust geven om te helen. Nou, oké. Dus dat gaat er gebeuren. Sven zei nog, jeetje, dan komen we echt weer van de regen in de drup. En hoe kan dat nou? En ja, weet je, fouten zijn menselijk. Ik denk oprecht dat hij dit nog nooit aan de hand had gehad. Dat de rectus hiernaast schreef. Als je nu terugkijkend naar de, hij maakt before en after foto's. Naar de before foto's kijkt, dan zie je ook dat het wat scheef is. En dat heb ik ook altijd wel gezien zelf ook. Dat het scheef was. Ja, ik heb daar ook nooit natuurlijk over nagedacht. Hij heeft heel netjes op mijn buik een streep getrokken. Maar als je natuurlijk het vel verder omhoog haalt, dan zie je die streep ook niet meer. Dus ja, in normale mensen is dat dus een beetje gebeurd. Het is ontzettend balen, maar ja, er is niets van te doen. Ik neem het de beste man ook niet kwalijk. Ik vind het een zeer kundige arts. Hij heeft hele hoge scoren, ook op de zorgkaart. Dus ik denk oprecht dat dit gewoon botte pech is. En in combinatie dus met die huid die gewoon niet lekker. Hij zegt, ja, weet je, alle bloedvaatjes, alles wordt natuurlijk, moet opnieuw vanaf de zijkanten terug. Maar hij zegt, ja, dit had al lang weer booming business moeten zijn. Dus ja, het is wat het is. Ik sta dus weer op de wachtlijst. Duurt zo'n 4 à 5 maanden. Dus dat betekent dat ik in het voorjaar hoogstwaarschijnlijk weer geopereerd word. Uiteraard door dezelfde arts. Ik was natuurlijk mega bang vorige keer voor de operatie. Pijn en zo, dat zal allemaal wel. Maar die operatie vond ik heel eng. Ik ben daar nu iets relaxer in. Ik weet natuurlijk nu een beetje wat het is. Maar goed, ik ga natuurlijk weer 26 kleuren schijten. Ze weten nu ook al een beetje hoe mijn lijf reageert. Dus volgens mij kon ik niet tegen morfine.
Of mijn hart had daar een beetje had daar een enthousiaste reactie op. Ze weten dat ik gestrest ben van tevoren. Dus nou, dat zijn natuurlijk factoren die ze mee kunnen nemen. Ik hoef niet te blijven. Nou, dat scheelt voor mij al fantastisch dat ik gewoon naar huis kan. Want dat is gewoon die nacht, daar zag ik echt als een berg tegenop. Dat ging uiteindelijk super goed. Vooral ook omdat ik in mijn eentje op een kamer zat. En dat heeft mij heel erg geholpen. Maar ik ben heel blij dat ik dat nu niet hoef. Dus ja, het is heel balen. Maar ik ga jullie meenemen. En ik hoop dat het daarna gewoon beter is. Ik ga het even nog laten zien. Voor de leuk. Kijk, dit deel van mijn huid is helemaal strak. Niks aan de hand. En dan hier. Ja, ik weet niet of het op beeld overkomt. Maar het is heel spongy. Heel fluffy. Nou, dan zie je verder mijn navel. Als je zo staat, dan zie je al dat hij niet in het midden zit. Je ziet het nog duidelijker als ik mijn knoop van mijn broek dicht doe. Waar het midden zou moeten zijn en waar mijn navel zich bevindt. Nou, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Tenminste, voor iemand die van symmetrie houdt, is dit niet leuk. Nou, wat je ook ziet, is dat, zeg maar, hier heb ik natuurlijk niks overheen hangen, maar hier heb je een soort van dat. Nou, dat hoort niet. Dat is niet wat ik weg ga krijgen. Hij zegt, je kan trainen tot je ons weegt, maar dit gaat gewoon niet gebeuren. Dus dit moet beter. Dus dat gaat hij doen. Volgens mij gaat hij hem dus ietsje zo, dat hij optisch wat meer recht zit. Nou, dan gaat hij dus in dat litteken. En hier nog flup, wop, ik weet het niet, maar hij gaat het oplossen. Dat het er in ieder geval iets beter uitziet. En natuurlijk, weet je, het is 100 keer beter dan het was. Maar ja, dit hoort gewoon niet. Als ik hang, en dat ga ik nu niet laten zien, dan is het een soort flubberig geheel wat niet aan mijn huid lijkt vast te zitten. Mijn moeder zegt ook, het is zo'n ander, en ik denk dat het niet heel duidelijk op camera te zien is, maar het is zo'n andere structuur ook dan mijn normale huid. Dus het is, ja, het is wat het is. Wat ik dus nog wel wil weten is of het nou inderdaad, als ik goed begrepen heb, zo is dat mijn buikspieren dus ook scheef staan. Want mijn navel zit tussen mijn buikspieren in. En of dat er nog problemen op gaat leveren in de toekomst. Want nu gaat het goed. Ik heb nergens last van. Ik kan gewoon alles weer doen. Zij het dat ik gewoon nog echt wel in training ben om die spierkracht weer optimaal te krijgen. Maar mijn buikspieren zijn echt weer heel sterk. Het is volgens mij meer de signaalfunctie die nog, de signaalfunctie van mijn buikspieren naar mijn hersenen die nog wat verbeterd moet worden, zeg maar, zodat ik ook echt, ook al til ik 100 keer nog steeds geen last heb, zeg maar, dat is nog niet, maar ik kan wel gewoon echt wel weer heel erg mijn ding doen met de kids en ik ben natuurlijk ook handig geworden in tillen vermijden, dus dat helpt ook. Maar het is echt wel een wereld van verschil. Ik was laatst aan het opruimen. Dan moet je 6000 keer bukken. Toen zei ik al tegen ze, dit heb ik nou niet gemist. Dat ik dus niet kan bukken om op te ruimen. Dat heb ik niet gemist. Maar het is gewoon met de kinderen zijn zoals ik zou willen. Dat kan gewoon weer. En dat is fantastisch. En daar deed ik het uiteindelijk voor. En ja, dit is gewoon even de finishing touch. Goed. Ik hoop dat jullie het een nuttige video vonden. Ik hoop vooral dat niemand anders dit heeft. Maar ik zou zeggen, heb jij het gevoel, als je mijn vorige video's terugkijkt, dan zie je ook dat het niet recht was. Heb je dat gevoel, meld het heel duidelijk van tevoren, van volgens mij zit het ook, is mijn rectusdiastase niet evenredig. Let er even op bij het rechtzetten. Belangrijk puntje. Dat is de enige les die je hier volgens mij uit moet meenemen, want de rest is gewoon, is wat het is. Mocht iemand hier ervaring mee hebben trouwens, let me know. En wat is er aan gedaan? En hoe optisch kreeg je het weer recht? Of had jij wel een langer navelsteeltje? Goed, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben over de eerdere operatie of dat soort dingen, stel ze vooral hier of in de DM's op Instagram of stuur me een mailtje. Mag allemaal. Ook nog eventjes over dat je kan melden als je het ook onrechtvaardig vindt dat een rectusdiastase operatie niet vergoed wordt. Laat het me weten, dan kunnen we wellicht samen met iemand anders die mij benaderd had, één lijn volgen richting de politiek om hier verandering in te krijgen. En het gaat trouwens niet alleen over rectusdiastase, want het is bij heel veel dingen zo. Dus let me know. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag
Heel snel bij een van mijn vlogs. Gewoon de wekelijkse vlogs met mijn gezin. Of bij een update over een tijdje. Maar de update zal voorlopig weer eventjes weg zijn. Want er gaat niet heel veel nieuws meer gebeuren. Tot de operatie. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot snel.